Als je de die wil, kan ik je ook gewoon mijn nummer geven hoor. Chill, je mag de koptelefoon even afdoen. Oh. We gaan namelijk niet op bewegende beelden, maar op plaatjes reageren vandaag. Oh mijn god. Spannend. Oh yes! Kakiel. Mama, ik wil snoep. Dan heb je pech. Je hebt zelf pech met je kutauto. Oké. Kakiel, kijk. Hé, hey, je werkt toch tegenwoordig ook voor lang? Haha, ja, maar niet voor lang meer. Oh, voor wie dan? Jij wel voor lang, maar niet voor lang meer. Haha, huh? Haha, huh? God. Hoi, wil je verkering? Haha, ja, is goed. We lezen je... goals. Paard is met een D. Nee. Oké. Als je de die wil, kan ik je ook gewoon mijn nummer geven hoor. Huisdier in het Engels. Oké, ja, maar die vind ik iets minder. Die is gewoon... Dit is te commercieel voor hem, vind ik. Kijk dan. Wauw. Vet hè, gisteren gevonden in de trein. Ik ga hem denk ik op marktplaats zetten. Dit is zo flauw. Vet hè, gisteren gevonden in de trein. Ik ga hem denk ik op marktplaats zetten. Ja, dat is wel iets wat ik zou zeggen. Ben je nog lang met het horloge bezig, liever? Is maar een uur werk. Is maar een uur werk. Ja, ik weet dat het een uur werk is, maar ben je nog lang bezig? Godzang, echt. Hallo, met de klantenservice manager van Eneco. Waarom mailt u ons de hele tijd foto's van een gebit? Je moest toch meterstanden doorsturen? Oh, meterstanden. Maar die plaatjes zijn ook zo geweldig. Like die vent is echt van... en dan... Het zijn ook allemaal van die super foute foto's, weet je wel. Wat vond je van de plaatjes? Erg flauw. Like het echt, het flow level is gewoon off the charge. Is echt gewoon zo Nederlands. Het is gewoon zo droog en zo flauw dat je gewoon eigenlijk gewoon niet op kan lachen. Kan je de kijkers vertellen wie de maker is van deze plaatjes? De maker van deze plaatjes is Kakiel. Wie? Kakiel? Die ken ik niet. In 2005 begon hij met het plaatsen van de plaatjes op een hiphop forum. De persoon achter Kakiel wil anoniem blijven. Waarom denk je? Ik denk juist omdat mensen zo onwetend zijn van wie het maakt. Dat zeg maar daardoor de magie een beetje blijft bestaan. Sinds Kakiel populairder is geworden, maakt hij zijn plaatje bewust minder grof. Wat vind je daarvan? Dat vind ik stom. Ik vind gewoon dat je vanuit je eigen intentie moet blijven handelen. En dat je dan juist niet moet gaan kijken naar... Ik kom meer met z'n bij, dus nu ga ik het veranderen en commercieel maken ofzo. Ik vind het juist leuker als je heel erg blijft bij je originele concept en vanuit daar gaat handelen. Hebben we nog een leuke opdracht voor je? Namelijk, maak je eigen kakneelachtige plaatje met deze kastfoto. Oké, goed. Laten we eens even kijken, want oh mijn god, ik zie mezelf. Lachen naar het vogeltje. Nou, ik zie helemaal geen vogeltje hoor. Weet je, het zijn altijd van die super random dingen. Dus ik zou echt voor de wijze van, haha, oh ja, er staat ook een camera of zo, weet je wel. En dan zou Hella bijvoorbeeld zeggen van, ja, oh, een camera. Ik dacht dat we hier gewoon voor de lol stonden, weet je wel. Zoiets zou ik ervan maken. Bedankt voor het kijken naar Dutch React to Kakiel. Bedankt voor het kijken naar Dutch React to Kakiel. Waar moeten we volgende keer op reageren? Laat het beneden achter in de comments. Of laat weten wat jij van Kakiel vindt. Op doei!